In mijn boek Het Moedige Midden heb ik een heel hoofdstuk gewijd aan de rol en de betekenis, ook in de 21e eeuw, van het maatschappelijk middenveld. En waarom? Omdat dat maatschappelijk middenveld een ongelooflijk belangrijke rol heeft gespeeld in Vlaanderen, maar, en dat is mijn grondige overtuiging, ook in de toekomst nog die belangrijke rol te spelen heeft. En waarom? Omdat we vaststellen dat de markt heel veel maatschappelijke taken niet op zich neemt. Omdat ze er geen winst uit kan halen. En ook omdat de overheid heel veel dingen niet meer organiseert. Waarom? Omdat alle overheden, lokale overheden, provinciale, regionale, federale overheden, iedereen moet in deze moeilijke omstandigheden besparen. En dan is het goed dat er een maatschappelijk middenveld is dat maatschappelijk geëngageerde mensen, maatschappelijk geëngageerde burgers samenneemt, samen verbindt en dan kijkt wat de maatschappelijke rol en betekenis is die zij wel kan opnemen. Het maatschappelijk middenveld speelt daar ook een belangrijke rol van innovator, als voortrekker. Er zijn heel veel maatschappelijke domeinen waar dat de overheid omwille van geldproblemen niet het voortouw inneemt. Dat de markt geen voortouw opneemt. Waarom? Omdat er op dat ogenblik geen winst uit de puur is. En waar dat het maatschappelijk middenveld wel die rol opneemt, wel die rol weet te spelen, wel die innovatie weet te doen. Of het nu gaat over onderwijs, of het gaat over zorg, het gaat over welzijn, of het gaat over andere dingen van maatschappelijke betrokkenheid. Daarom is dat maatschappelijk middenveld van een ongelooflijk belang. Een aantal studies hebben eens berekend wat de betekenis is van dat maatschappelijk middenveld. Wat de betekenis is van al die mensen die zich als vrijwilliger ook engageren in die samenleving. En ze kwamen uit bij een totale kost of opbrengst van 5% van het bruto nationaal product. Vrijwilligerswerk en het verenigingsleven is 5% van het bruto nationaal product waard. Stel u voor dat we dat zouden moeten optellen bij de tekorten die we vandaag hebben. Wat zouden de economische inspanningen zijn die we dan nog ons surplus zouden moeten doen? Het geeft eigenlijk op een goede manier weer wat die betekenis is van dat maatschappelijk middenveld. Als we dat zouden wegnemen, als we die verenigingen, dat georganiseerde, de mensen op een georganiseerde manier zouden wegnemen, wat zou dat betekenen? En dat is niet alleen iets wat abstract is. Als ik in mijn eigen gemeente kijk en rondloop en ik zie wat dat daar geëngageerde burgers, wat dat daar mensen in het vrijwilligerswerk, in het verenigingsleven doen, dan zie je onmiddellijk hoe onbetaalbaar dat is, letterlijk en figuurlijk. Als ik kijk bij ons in het rusthuis, hoe dat elke middag opnieuw tientallen vrijwilligers zich engageren om samen de maaltijdenbedeling te doen, om samen activiteiten te organiseren. Als we dat allemaal door professionelen zouden moeten laten doen, als we dat allemaal zouden moeten betalen, dan zou de ouderenzorg onbetaalbaar worden. Dat alleen maar één voorbeeld om aan te geven hoe belangrijk dat vrijwilligerswerk is. Niet alleen omdat het onbetaalbaar is, letterlijk en figuurlijk, maar vooral ook omdat het mensen zelfrespect geeft en omdat het vertrouwen tussen mensen en vertrouwen in de samenleving weet te versterken. Want ook dat geven onderzoeken telkenmale aan. Mensen die zich engageren, mensen die zich inzetten voor anderen, die hebben over het algemeen een wereldbeeld, een mens- en een maatschappijbeeld, dat veel positiever is, dat meer veel vertrouwen uitstraalt, ook tegenover elkaar. Dat maatschappelijk middenveld is enorm belangrijk, niet alleen omdat het nuttig is, economisch waardevol en nuttig is, maar ook omdat het zinvol is. Het geeft zin aan mensen. Het geeft zin aan mensen die zich verenigen. Maar dat betekent ook dat we dat maatschappelijk middenveld een volwaardige plaats moeten durven geven in onze samenleving. Zowel in de maatschappelijke dienstverlening, in de manier waarop dat we kijken hoe dat we onderwijs, zorg en tal van andere dingen weten te organiseren. Hoe dat we dat kunnen doen samen met het maatschappelijk middenveld. Een overheid die optreedt waar het nodig is, maar die ook kan terugtreden waar het kan en samen met betrokken burgers, met dat maatschappelijk middenveld, die verschillende opdrachten kan waarnemen. En dat heeft een tweede consequentie. En die tweede consequentie is dat die maatschappelijke dienstverlening, die er dan wordt opgenomen, dat die ook een stem moet weten te hebben. Een stem, de publieke opinie, is niet alleen een zaak die verkocht wordt door de media. Is niet alleen een zaak waar dat politici een alleen recht op hebben. Het is ook iets waar geëngageerde burgers in dat maatschappelijk middenveld hun eigen positie moeten kunnen weten in te nemen. Niet dat de politiek dat altijd graag hoort. Vaak komen er kritische stemmen, maar het zijn wel noodzakelijke stemmen. Wie het maatschappelijk middenveld alleen maar gebruikt voor wat het nuttig is, die gebruikt het of die misbruikt het ook. En daarvoor is het maatschappelijk middenveld veel te belangrijk.